Hey, wat in netwerken heel belangrijk is, is dat je zichtbaar bent. Dus dat je gewoon dat je mensen benadert. Dus dat je open staat om mensen te ontmoeten. En je weet nooit van tevoren wie. Netwerken is niet iets wat je bedenkt. Dat is iets wat gewoon gebeurt doordat je open staat en doordat je vertelt zodat je uitdraagt waar je achter staat. En dan kom je mensen tegen die daar ook een link mee hebben. En bijvoorbeeld door projecten te doen waar mijn hart naar uitgaat, daar kom je dan ook weer mensen tegen die met dezelfde intenties werken. En dan gaat het heel snel. En dan vind je heel snel mensen om je heen waarmee je dingen kan gaan opzetten. En waar je opdrachten van krijgt of waar je nieuwe dingen mee kan gaan bedenken. Dus ik denk dat alles begint met je eigen visie. Dus ook netwerken. Het gaat niet om hoeveel visitekaartjes je uitdeelt, maar het gaat erom dat je de juiste mensen om je heen verzamelt.